De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de ICT-associatie hebben gisteren presentaties gehouden over ICT-wetten. Het ging om de wetten elektronisch rechtsverkeer, privacy en data protection en bedrijven en beroepen. Inleiders waren Anneke Chinalin en Alison Frank. Na de presentatie is er een plenaire discussie gehouden. We brengen u enkele indrukken van de presentatie van Chinalin. Zijn de business opportunities en natuurlijk praten we ook over innovation en het gaat hiermee met name om dan soft innovation zoals ik dat noem. De nieuwe diensten en beroepen die daarbij eventueel uit voortvloeien. Certificatiedienstverleners en dat bedoel ik officieel, dat je ook in Suriname kunt vestigen. Mensen zijn dan bezig of zijn filialen, maar dat je ook erkent binnen Suriname, met de vergunning binnen Suriname kan opereren. Cybersecurity specialisten. Ik vergat net te zeggen, het wetboek van strafrecht is ons eigenlijk al voorgegaan. In 2015 is die integraal gewijzigd. Dus er zijn daar ook al bepalingen opgenomen in het kader van het strafpatiënt van hacker. In het kader van diefstal. Want diefstal is niet langer alleen als je fysieke goederen steelt, maar ook als je bij wijze van spreken zou inbreken op iemands computer. Dat soort zaken zijn sinds 2015 dus ook in het wetboek van strafrecht geregeld. Het is echt helemaal herzien. Frank gaf een uiteenzetting over de wet privacy en data protection. Ze ging onder meer in op de regels die betrekking hebben op het verzamelen van gegevens. Gegevens mogen alleen worden verzameld voor het expliciet opgegeven doel, niet voor iets anders. En dat is ook iets waar we dan anders mee om moeten gaan. Want again, ik heb je misschien, had je mijn telefoonnummer nodig om voor de levering van dat goed. Maar vervolgens krijg ik marketingmateriaal. Daarvoor heb ik geen toestemming gegeven. Gegevens mogen niet gebruikt worden voor doelen die nu niet in overeenstemming zijn. En het voorbeeld dat ik net gaf, een mailinglist, een klantenbestand, sms-bestand. Dat mag dus allemaal niet, tenzij die persoon er toestemming voor heeft gegeven. Dat moet je dus vragen. Alison Frank, zij was een van de inleiders bij de presentaties over ICT-wetten. De presentaties zijn gehouden in het auditorium van Self Reliance.